En zometeen in onze uitzending jouw foto op de National Geographic kalender. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En er waren 21.000 foto's ingezonden. Dus dat vond ik toch wel een buitengewone eer. Daar heb ik ook een award voor gekregen. Hè? En als u deze meneer herkent, dat kan kloppen. Zometeen vertellen we wie hij is. Hij maakte als bassist jarenlang furore met de Volendamse band BZN, Jan Tuyp. En furore maakt hij nog steeds, maar dan op een ander vlak. Helemaal links, dat is hem. Ja. Helemaal links. Jan Tuyp, inderdaad. Hij maakt namelijk nu foto's. En nog eens hele goede foto's ook. Want voor de derde keer op rij staat een van zijn foto's op de kalender van National Geographic. Jan Tuyp reist nu samen met zijn vrouw de wereld rond en hij maakt foto's. Hele mooie foto's. Zoals deze, gemaakt vanaf een boot op de Zuidpool. In ene zagen we die rare halo rondom die zon. Dus ik ben naar beneden gerend, heb mijn camera gehaald. En heb ik dat waanzinnige tafereel heb ik toen vastgelegd. Die heb ik ingestuurd toe voor de grote wedstrijd van Nat Geographic 2010. En ik heb toen de prijs gewonnen voor de landschappen. En er waren 21.000 foto's ingezonden. Dus dat vond ik toch wel een buitengewone eer. En daar heb ik ook een award voor gekregen. Hè. National Geographic plaatste al 3 keer een foto van Jan op een jaarlijkse kalender. Zoals deze foto van een vulkaan genomen in Chili. Of deze foto, die genomen is in de hete woestijn van Namibië. En dan hebben we deze prachtfoto van een walvisstaart. Deze foto schoot Jan in de buurt van IJsland. Ja, vrijheid. Vrijheid, vertel me wat. We zijn echt maanden onderweg met vliegtuigen, boten en van alles en nog wat. Ja, dat is niet zo eenvoudig. En dat is wel allemaal mogelijk door wat BZN ons geschonken heeft. Dat moet ik wel zeggen, ja. Dus daar ben ik ook, ik ben ook een heel dankbaar mens wat dat betreft. Dat ik dat mee mag maken allemaal. Zullen we gewoon Volendam even ingaan? Misschien is dat een goed idee. Kijk eens, anders nog eens een keer maken. Ja, top. Dit te gek. Kom maar even mee. Dan gaan we hier staan. En vooral met sneeuw natuurlijk, is dit heel mooi. Maar dit is ook zonder sneeuw is het prachtig mooi. Want ik weet nog dat ik hier vroeger als kleine jongen speelde, dat het er precies hetzelfde uitzag. En dat maakt het natuurlijk dubbel zo leuk, hè. Toen had je natuurlijk die prachtige mooie, 's morgens vroeg, die zon die vanuit het oosten opkwam. En toen had ik dat mooie, prachtige panorama zomaar gratis voor niks voor mijn ogen. Zo hier in ons eigen Volendam, vlakbij mijn woning. Ja, als je wat ouder wordt, dan bekruipt dat gevoel van ja, doe ik nog mee. Hè? Wij hebben het er altijd wel toe gedaan natuurlijk in mijn vorige beroep. Maar ja, doordat je dan die foto's maakt, ja jongens, ik hoor er nog lekker bij, weet je wel. Dat geeft me toch een lekker gevoel.